Welkom bij een nieuwe aflevering van Boxter Natuurlijk. Vandaag deel 2 van Velder. Ja, klopt helemaal. Waar gaan we het over hebben, Frans? Nou, in ieder geval over het bossysteem hier en we gaan het over het evenemententerrein hebben. Dus het wordt een hele leuke aflevering. Leuk! Nou, staan we hier op de hoofdlaan. Hè? Dat loopt daar prachtig langs dat mooie gebouw heen, waar we het in de eerste aflevering over gehad hebben. Maar deze hoofdlaan is al heel oud. Maar ik zie iets bijzonders hier. Als we hier naar de zijkant lopen, dan zou het wel eens kunnen zijn, en oude landgoederen hadden dat gewoon, die hadden dan, dat heette dan geen laan, maar dat heette een allee. En een allee was dus een hoofdbaan en daarnaast een kleiner strookje met dubbele rij bomen. Dat kun je hier ook mooi zien. Ja, dat zien we. Waar de dienstbodes en de chauffeur overheen moest, of de koetsier. Oh, want die mochten niet waar de baron en de hertog. Nee, natuurlijk niet. Die liepen hier langs. En als het goed is bij hele goede landgoederen, als aan de overkant hadden ze nog zo'n dubbele rij. Om terug naar huis te gaan. Ja, maar wij zijn geen dienstbodes, hè. Wij lopen gewoon over. Wij gaan op de hoofd, ja, tuurlijk. Dat dacht jij dan, Frans? In de vorige aflevering hebben we het gehad over de prachtige aangelegde tuin van Maréchal. Ja. En over het koetshuis onder andere. Ja, en over, zeg maar, over de situatie vooraan en hoe de familie hier is gekomen. Ja. En dan gaan we het nu hebben over het evenemententerrein, want dat is natuurlijk fantastisch mooi. Want wat je hier dus ziet, dat is allemaal het evenemententerrein. Ja. En wat ik nou het allerleukste vind, ik heb op de landbouwschool in Boxer gezeten. En vanaf 1948 tot 1996 zijn hier de landbouwwerktuigdagen geweest. En ik weet nog goed dat ik op de landbouwschool zat, ben ik hier naartoe. En het stond helemaal vol met tractoren en grote zware machines. Maar dan moet je eens nagaan, 48 jaar lang. En wat we in de eerste aflevering ook verteld hebben, van dat stationnetje van Limde, dat was er ook. Maar ja, nu treedt hier veel meer op, hè? Ja, zo twee, maar hier was er eentje. Hier was er eentje. Maar er zijn dus, zeg maar, heel veel activiteiten hier. Ook circulos is hier. En als we een eindje doorgelopen, dan lopen we eens kijken. Er zijn overal kastjes waar ze allemaal elektriciteit aan kunnen sluiten. Zullen we even kijken? Ja, we gaan even kijken. Kijk, het is gewoon handig als je dan een evenement wilt organiseren. Dan kun je gewoon meteen ook op aansluiten. Je hoeft nieuwe sleuven te graven. Dus ook voor afwatering gezorgd. Dus het evenemententerrein ligt altijd klaar. Ja, ja, want je zei dat er in 1948 het eerste evenement hier plaatsvond. Ja, de landbouwwerktuigdagen. Ja, precies. En nu zelfs We Are Electric. Ja, en Schouting is hier geweest. Een wereld, hè. De mensen uit de wereld kwamen hier op het Schoutingterrein. Er is hier, zeg maar, een wijnfestival. Er is hier van alles al geweest. En dat vind ik juist leuk van de familie van Boeken van Rumpt, dat ze dus niet alleen maar een prachtig mooi bosgebied hebben, waar we zo meteen naartoe gaan, maar dat ze ook iets hebben waar mensen, zeg maar, recreatie kunnen bedrijven. En dat dus hier. Ja, want zij hebben natuurlijk niet voor niets gedaan, hè, die evenementen. Nee. Dat heeft wel een reden. Dat is een inkomstenbron voor hun. Net zoals ze boerderijen hier hebben met akkers en zo. En recreatie hebben ze dus ook, zeg maar, evenemententerrein, wat een mooie inkomstenbron voor hun is. Ja, ja, want het is natuurlijk heel kostbaar, hè, om zo'n terrein helemaal... 180 hectare. Ja, nou, zo'n bos maar eens ingaan. Ja, doen we. Laten we dat eens even zien. Ja, wat is dit, Frans? Ja, dit is een heel mooi plantje. Dit heet wilgenroosje en dat is de pluis. En wat te doen zijn de bloemetjes. En als de bloemetjes uitgebloeid zijn, dan komt het pluis los en dat waait dan alle kanten uit. Maar dit is een plantje wat specifiek altijd staat in kapvlaktes. Oh. En dat betekent ook hier zo aan de rand van zo'n sloot kan het ook staan. Maar als een bos, bijvoorbeeld sparrenbos of een dennenbos, omgekapt wordt, komen deze vrij vaak als eerste terug. Dus hier is dus gekapt? Hier is zeker gekapt en dit is nog een restantje ervan. Maar in principe staat hij hier gewoon langs de slootkant. Maar in een dennenbos is het altijd een pionier als een dennenbos net geveld is. Oh, oké. Okay. Echt een mooie pionier. Dan weten we dat ook weer. Prachtig, hè? Ja, heel mooi. Frans, een hartstikke mooi bos hier. Ja, hè? Prachtig, hè? Ik heb ergens gelezen dat er een aantal eeuwen terug, dat het toen er niet zo mooi bij stond.
Nou, ze hebben dus inderdaad, nadat de heren van Bokstel eigenaren waren geweest en het verkocht hebben, zijn er een aantal eigenaren geweest die hebben alles omgekapt, alles geveld, omdat de houtprijs heel erg goed was. En wat nou zo mooi is van die van Boekhoff van Rumpt, die heeft in 1851 bedacht, ja, maar ik ga alles weer eens een beetje terugplanten. Dus die heeft ervoor gezorgd dat dit weer een prachtig mooi bos werd. Ja, echt. Ja, dat is mooi van hem dat hij dat toch weer opgepikt heeft dan, hè? Ja. Oh, kijk, dat is misschien wel leuk ding, hè? Wat? Hier... Dat is helemaal zwart. Ja, precies. En daar zit een gaatje in die boom. En ik denk dat dit ontlasting is van vleermuizen. Ah, god, een vleermuis? Ja, maar die zitten nou binnen, die komen er niet. Oh, binnen? Oh mijn god, ik ben zo bang van vleermuizen. Die hoef je niet bang voor te zijn. Het zijn zo'n kleine beetjes. Nee, die hebben gewoon zo grote Nee, die vleugels. Zo groot worden ze als bij elkaar. Ja, dus helemaal niet groot. En wat ze eten zijn insecten. En verder helemaal niks in Nederland. Het eet alleen maar insecten. En dit is waarschijnlijk ontlasting. Ja, ze hebben ook gewoon een droge korrel, hè, dus een keuteltje. Maar ze hebben ook zeg maar ontlasting. En het zou best wel eens kunnen zijn dat dat is omdat daar. Maar dat lijkt net eigenlijk, het is een beetje vies om te zien, maar het lijkt net de achterste van een. ja, kom maar hoor. Dat is toch wel een ding. Het is heel mooi, Frans, maar wat is het? Ja, dit heet reuzenbalsemien. Dat is ook een springer. Reuzenbalsemien. Ja, dat ze heel groot zijn en heel grote bloemen hebben. Oh, ja. Dat is een beetje een dilemma, want het is een invasieve soort, zo heet die officieel. Oh, een invasieve. Dat betekent dat die dus eigenlijk... Niet hier vandaan komt. Nee, dat klopt. En het is er eentje die dus zeg maar storend is in onze Nederlands landschap, omdat die heel sterk de plekken inpikt van onze Nederlandse planten. Aan de andere kant is er een plant waar de bijenliefhebbers helemaal dol op zijn. Ja, omdat die ongelooflijk mooie bloemen heeft met heel veel nectar erin. En dat betekent inderdaad dat dus zeg maar de bijen en de zweefvliegen en de vlinders, die kunnen hier goed van eten. Oké, maar ik ruik er nou aan. Wat ruik je? Maar ja, ik kan het niet, het is niet thuis echt een, nee, hij heeft niet echt een grote geur, maar hij heeft wel een mooie landingsplek voor allerlei beesten. Kijk, dit is een landingsplek voor de bijen waar ze op kunnen landen. Maar zijn dit dan ook woekeraars? Ja, hetzelfde woekeraars zijn. Het lijkt wel de Japanse duizendknoopachtige. Ja, die kun je in dezelfde straatje zetten. Oh ja, dat is ook zo'n invasieve soort. Plant. Ja. Ja. Kijk, hier, dit is echt iets fantastisch. Oh. Dit is die heet nu tegenwoordig stadsreus. Dat is de grootste zweefvlieg die Nederland kent. En vroeger heette die horenaar zweefvlieg. Oh. En dat kun je wel zien, omdat hij een beetje lijkt op een horenaar. Ja, en dat heet dan mimicry. Hij bootst die horenaar na, zodat de vijand denkt, ik heb een horenaar te pakken. Ah. Maar dus die lus ik niet. Maar dit is echt fantastisch. En horenaars zijn natuurlijk gevaarlijk. Die zijn gevaarlijk. En ja, dit is gewoon een zweefvlieg. Een zweefvlieg heeft twee vleugels en geen vier vleugels. Prachtig. Kijk Inge, dit is een heel zeldzaam plantje. De laatste jaren komt hij wat vaker terug in Brabant. Je hebt er ook wat is het? Dat is dalkruid. Dalkruid? De familie van de lelietjes der dalen of de lelietjes van dalen. En waarom heet het dalkruid? Omdat hij vaak in een dalletje stond bij bomen. Hè. Dus zeg maar vooral bij beukenbomen stond hij. En je kunt hier een klein beetje zien aan de rand van de sloot. Ja. Kijk, ze zijn uitgebloeid, dat kun je hier zien. Want hier zaten dus de laatste besjes nog aan. Hier heb ik er ook eentje. Ja, er zaten de laatste besjes nog aan. Oh, prachtig. Kleine besjes zijn het dan. Sorry? Kleine besjes. Het zijn heel kleine besjes, heel kleine bloemetjes. Echt hele kleine besjes. En dit eten dus gewoon de vogeltjes of de eekhoorntjes? Of... Ja, muizen en muizen? Vogels, alles eet dat op. Hè. Lekker. Ja. Nou, dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, dan zijn we precies in het midden van het Sterrenbos. En dat zijn de 9 dreven, zo heet het hier officieel. En dit is dan dus het midden van het Sterrenbos. Sterrenbos, waar komt die naam Sterrenbos vandaan? En nou, wat Sterrenbos, is een Sterrenbos? Ja, dat is eigenlijk een verkeerde, een beetje verbastering. Oorspronkelijk heette het Starrenbos. En Starrenbos, dat betekent eigenlijk feiten allemaal dreven met bomen die even ver van elkaar stonden en even strak in de lijn stonden. Ja. En dat waren dan meestal sparren, dus echte stramme sparren. Ja, echt en daar, strak. En strak, ja, ja dat ja, was ja. het eigenlijk. Ah, ja. Oké. Okay.
We staan nu in dreef nummer 8 vast. Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben geteld, ja. Ja. Wat zijn nou dreven? Nou, dreven zijn eigenlijk zeg maar de wegen die open zijn, waar de jagers een vrije zicht op hadden. En de drijvers, die begonnen achterin te drijven. En dan stak dat wild hier over en dan konden ze zich de jager zo afschieten. Oh, nou lekker. Ja, dus het heeft alles te maken met de jacht. Het is ook een jachtbos. Origineel heet dit ook hier een warande. Maar dan een gesloten warande. Dat betekent alleen maar dat alleen maar de eigenaren die hier woonden mochten gaan jagen. En als het een open warande is, dan mogen mensen uit de buurt ook mee. Ja, ja. En nou ben ik eventjes misschien een beetje dom. Maar... Nee, je bent heel slim. Wat is nou eigenlijk precies het woord warande? Wat houdt het in? Warande, dat is een typische naam alleen maar voor een aanduiding van een jachtgebied. Meer niet. Meer is het niet. Dus waarschijnlijk uit het Frans gehaald. Maar het betekent gewoon jachtgebied. Oké, ja. Dus hier werd er gewoon gejaagd. Nee, werd gewoon gejaagd. En die dreven die gebruikten ze gewoon voor het wild. Ja, het wild jagen. Op te jagen. Zodat en ze hem af konden schieten. Ja. Nou, zielig. Eigenlijk. Oh, het is echt heel erg mooi hier, Frans. Ja, het is we hebben hè? Zoveel moois gezien hier nu. Hè? En, ja. Maar mag je hier nou eigenlijk ook gewoon echt recreëren, fietsen? Ja, je mag hier wandelen, je mag hier fietsen op de paden die voor aangegeven zijn. Vooraan staat een prachtige kaart. Je wijst precies wat je allemaal kunt doen. Ja. En wat hier mooi van is, je gaat van dit prachtige landgoed naar weer een ander prachtig landgoed. Dat is Heerenbeek. Oh. En dan heb je, wat dat betreft kun je een heel mooie ronde maken vanuit het centrum van Bokstel hier doorheen. Ja, of vanuit Liemde, hè? Want het ligt Liemde, natuurlijk aan Liemde vast. Ja, precies. Het is Liemde vast, hè? Dus het is net zo makkelijk. Maar het is hier fantastisch recreëren. Je hebt zoveel verschillende vergezichten. Ja, en in de bos en zo kun je lekker zitten en in de bomen klimmen. En, het is heerlijk uitrusten op het Bengske, Frans. Nou, heerlijk zeg. Lekker Bengske. Ja, maar ja. Aan alles komt een eind. Ja, zoals altijd. Hè. Dus ook aan de tweede aflevering van Velder. Wij danken u voor het kijken naar Boksen Natuurlijk. Toch? Ja, toch. En dan moeten we weer gaan. Oh. En wat nou weer, Frans? Nee. Maar nou weer.